Het waterpeil in het Van Blommesteyn Stuwmeer is enorm hoog. Staatsolie maakte de vorige week daarom bekend dat spuikleppen van de dam per 2 maart wederom werden geopend om het overtollig water naar de rivier te lozen. Onze nieuwsdienst bracht dinsdag een bezoek aan de Brokkepondo waterkrachtcentrale om zelf polshoogte te nemen van de hoge waterstand. Etienne Mannes, Operations Superintendent van de Staatsolie Power Company NV, zei in gesprek met onze redactie dat de spuikkleppen dringend moesten worden geopend omdat het water uit het meer moet worden afgevoerd. Je moet nagaan dat we dus eigenlijk nu ruim 9 voet hoger zitten dan waar we eigenlijk zouden moeten zijn voor deze tijd van het jaar. En je wilt dus wel wat ruimte hebben in je stuwmeer om straks de grote regentijd te kunnen doorkomen. Want je moet het water ergens weten. Er gaat veel regen komen in de regentijd. Verwachtbaar is de grote regentijd. Dus je moet eigenlijk ruimte creëren in je meer om dat water te kunnen opvangen. Vandaar dat we dus vroegtijdig zijn begonnen met het spuien. Het spuien is niets anders dan dat we het overtollige water spuien door de dam heen. Daar hebben we speciale spuikleppen voor die jullie zien op de achtergrond. Dus dat gaat niet door de machines, zeg maar. Het is water dat helaas geen power produceert. Nog, het is dus gewoon te veel aan water wat we hebben. Dat spuien we gewoon van achter de dam naar voor de dam toe, rechtstreeks door in de Suriname rivier. Volgens rapportage kregen de omliggende dorpen beneden het stuwmeer door het openen van alle 4 kleppen last van het water dat werd afgevoerd. Het traditioneel gezag van de dorpen trok aan de bel bij Staatsolie die enkele dagen geleden de 4e klep afsloot. Als we ze alle 5 zouden open doen, want we hebben 5 spuikleppen, dan hebben ze op dit moment er wel last van. Vorig jaar hebben we alle 5 open kunnen houden, omdat de productie toen ietsje lager was. Maar nu, doordat er ook een groot deel door de units heen gaat, door de machines heen gaat, en nog het spuien, dan wordt dat een beetje te veel voor de dorpen beneden strooms van de dam. Vandaar dat we dus op dit moment maar 3 deuren open hebben. We hadden vorige week tot vrijdag nog 4 deuren open. Het enige wat ik zou vragen is de dorpen downstream, sorry voor het ongerief. We hopen dat het niet erger hoeft te worden, dat we niet groter open hoeven gaan. Maar als het blijft regenen, en zeker als de grote regentijd een flinke regentijd wordt, dan is er wel een kans dat we de alle 5 spuikleppen weer gaan om te openmaken. En dat ze dus misschien wat last gaan hebben. Mannes zegt verder dat het weer bijzonder onvoorspelbaar is geworden. Het is moeilijk om vooraf te bepalen wanneer de spuikleppen open gaan. Wat hem wel is opgevallen, is dat er vorig jaar al sprake was van veel meer water dan gangbaar was in het meer.